Ja. Ik heb een brief van de gemeente gehad. Van de burgemeester. Hij heeft er ook iets bij gezet. Beste Utrechters. Deze periode is voor velen heftig en vervelend. De maatregelen tegen het coronavirus hebben elke dag invloed op ons leven. Tegelijkertijd zijn ze nodig. Nodig om de zorg voor iedereen open en beschikbaar te houden. Nodig om de stad weer gezond te krijgen. En om ervoor te zorgen dat we hopelijk uiteindelijk ons oude leven weer kunnen oppakken. Juist nu willen we warmte en liefde delen met elkaar. Dat kan alleen al met een klein gebaar. Bijvoorbeeld iemand groeten. Of door boodschappen te doen voor iemand uit de buurt. In het voorjaar hingen we massaal posters op met Utrecht, zorg goed voor elkaar. Achter onze ramen. Bij deze brief zit een lege ansichtkaart. Dit is deze. Die kun je sturen of geven aan iemand waaraan je denkt. Zorg voor elkaar en hou vol. Met vriendelijke groet. Peter den oudste burgemeester. Leuk, hè?